Wij zien een hekje. Hij ziet iets waar hij overheen kan springen. Sven Boekhorst uit Den Bosch is oud-wereldkampioen skaten. En onlangs bezocht hij Londen, Parijs, Brussel, Barcelona en Berlijn om te grinden en te jumpen. En daar is een documentaire over gemaakt. City Hopper Europe. Ja, je hebt 2,5 jaar geleden zat je hier bij mij ook aan tafel. Toen was eigenlijk net de City Hopper Nederland uit. Hè? En toen dacht je, nou, dit landje is te klein voor mij. Ik ga wat meer Europa erbij pakken. Tijdens dat interview of een paar weken ervoor is dat idee langzaam ontstaan. En ik weet wel dat ik het hier toen in een interview had gezegd dat het een droom was om het door Europa te doen. Yeah. En aan de hand daarvan zijn meer mensen met mij gaan praten en zijn we gaan brainstormen over ideeën en hoe dan en hoe kunnen we het aanpakken. En ja, nu 2,5 jaar later zit ik hier. Inderdaad. Zullen we eerst een stukje kijken? Ja. Doen we. Yo, slip confetti for the toast. Drop kicks like Jannetty off the ropes. Mach 6 smoking heavy on the coast. See me dip the law like vanilla in a cone. Use caution, cause if not, then you a goner. Only talk business when we sitting in a sauna. Ain't trying to be in prison, taking shits up in the corner. Rikers Island, know the water, so it's all water. Shoes native, rock a husky as a headdress. Mach 6, so we need to be on bed rest. Your favorite niece, give me head sex. She's a squirter, so the bed's wet. You're gonna have to lay the towel down. Retard shit, class in the basement. Freeform jazz band. Need a pussy while she do a handstand. Out of flush, you call me Bam Bam. Smoke good, stay chive, Van Damme hand. Damn, the bitch like Mrs. Schroeder. Vinegar by the bed, that's for the vicious soda. If I get it from Minnesota, make a kiss the cobra. Bottle service, stand my fingers, tell her bring it over. Ouch. Ongelooflijk spectaculair beeld, hè? Ja, mooi, hè? Maar het gaat echt wel weer een stap verder. Hè? We hebben hier ook een stukje van de ramp staan. Ja, dat is wat er van over is. Je zag als laatste shot dat ik over een tank sprong. Ja. Dat was toevallig in Nederland dan, in Oorschot. En daarna is de tank over de schans heen gereden en dat was er van over. Dus dat heb ik meegenomen. Met alle plekken die erop staan. Ja. Ja, in Brussel waren we begonnen. Maar ben je nou, is het ook een beetje een 2.0, zeg maar? Er zit nog veel meer spectaculairs in, lijkt wel. Nou ja, sowieso zijn de locaties zijn een stuk spectaculairder en bekender, denk ik, ook voor een groter publiek. En ik heb ook wel weer qua technische skate-trucken, zeg maar, die ik normaal, die iets minder in City op in Nederland zaten, die zitten hier meer in. En net zoals zo'n sprong over een tank, dat was ook wel weer voor mezelf weer een next level ding. Omdat we in City op in Nederland sprongen over een vliegtuigje, sportvliegtuigje. En zo'n tank was toch wel net iets enger om te doen. Ja, dat snap ik. Maar hoe kun je dit überhaupt voorbereiden? Want je kunt wel leuke ideeën hebben, maar je moet het nog wel even doen natuurlijk. Ja, nou ja, ik heb veel contact gehad met lokale rijders. En via Google Maps eigenlijk via Wikipedia gewoon gekeken wat bekende gebouwen zijn of kunstvoorwerpen die je hebt in die steden. En via Wikipedia of via Google Maps gewoon gekeken hoe de aanloop zou zijn. En gevraagd of lokale reizigers misschien foto's konden maken van de spots. Yeah. Want in Nederland kon ik gewoon een week van tevoren misschien even naar Nijmegen rijden, kijken hoe we het zouden aanpakken. En dan was dit natuurlijk allemaal net iets groters. Ja, maar kreeg je die hulp dan? Ja, nou ja, dat is het toffe van het skatewereldje. Het is een klein wereldje, maar het is een hele sterke community. Dus iedereen wist er op een gegeven moment binnen Europa dat we met het project bezig waren. Dus in Parijs kregen we hulp van een jongen die met een scooter mij hielp om ergens omhoog te grinden. In Londen hebben we hulp gekregen met de auto van jongens, weet je wel. En we hebben nog wat beelden, want daar komt ook, ook Barcelona in voor. Ja. Die laten we even lopen, met ook de Sagrada Familia. Met de politie, of politie met de beveiliging in beeld. Die zie je ook hier met z'n tweeën nog staan terwijl ik de grind doe. En het grappige is dat we de schans hadden neergezet 10 minuten daarvoor gewoon lopend. Met het idee alsof we werden opgepikt door een busje. Ja, door een busje van, om weer weg te gaan. Maar 10 minuten later kwam ik dus om het huisje heen gereden en grind ik op het hek in, voor hun neus, zeg maar. Maar dat mocht eigenlijk natuurlijk helemaal niet. Nee. Ze kwamen ook gelijk, camera's werden in beslag genomen. We moesten memory stick afgeven. Maar op de een of andere manier heeft een van de jongens die memory stick in zijn sok weten te doen. Dus zoals je ziet heb ik beelden nog. Wat is de kick? Wat is de rush? Ja, het zijn meerdere dingen, maar ik denk vooral wel gewoon dat je obstakels kan skaten die je normaal gesproken niet kan skaten. En dan ook nog een beetje de guerrilla-actie erachter, dat je inderdaad op zo'n hek bij de Sagrada Familia of van de Berlijnse muur springt, wat gewoon nooit eerder is gedaan. En die combinatie is gewoon heel tof. En natuurlijk ook het roadtrip gedoe met vrienden, dat je allemaal 5 hele toffe steden gaat en daar eigenlijk dingen gaat doen die nog nooit eerder op skate zijn gebeurd. Heb je nog een wens? Iets waar je echt heel graag naartoe zou gaan of doen?
Nou ja, op dit moment was 2,5 jaar geleden was dit mijn Ja, we zullen het een nieuwe maken. Dan zit je hier over 2,5 jaar weer. Op de maan. Op de maan? Nee, ja. Okay. Nee, ja, of rondje om de aarde. Maar wat ik toen ook al zei, het is gewoon wel... Dit was al heel lastig qua organisatie, omdat we nu met een aanhanger gewoon echt alles moesten organiseren. En ja, je kan niet naar Amerika met die schans. Dus dan moet je kijken of we daar contacten zouden hebben. Oh, dat kan niet. Nou ja, dat prijstechnisch is dat... Dan zou ik, als dat zou gebeuren, dan zou je daar bijvoorbeeld de schans laten maken, denk ik. Door weer collega's of zie, andere skaters. Het idee begint weer hier, hè? Ja, het zou goed komen. Ik zeg nu nee, want ik ben al super blij dat we dit gewoon goed hebben kunnen afronden. Maar zeg nooit, nee. Natuurlijk.